Op het CSG het Nordic aan de Catharina van Renneslaan doen ze aan pauzesport. En dat doen ze met de methode Beweegwijs, die het afgelopen jaar in samenwerking met het beweegteam van het Nordic is ontwikkeld. Gymdocent Dennis Batenburg en vestigingsdirecteur Jeroen Langbroek namen de methode maandag officieel in ontvangst. We zijn hier nou net bij het Nordic bij de pauze van de onderbouwleerlingen, eerste en tweede klas van het VMBO. En wij doen elke dag voor de kinderen in de onderbouw doen we sport aanbieden. En we staan hier nu bij achter mij de Bannakooi, waar leerlingen dus voetbalpotjes tegen elkaar spelen. Maar we hebben een heel arsenaal aan dingen die we doen, oefeningen en plekjes waar leerlingen kunnen sporten in de pauze. Maar het is toch zo dat kinderen het altijd wel lekker vinden om sport te doen. Wat is er nou zo bijzonder aan pauzesport? Nou, vanuit de basisschool is het eigenlijk een bekend iets dat leerlingen in de pauze bewegend bezig zijn. Op het voortgezet onderwijs is dat eigenlijk heel ongebruikelijk. Je ziet heel vaak in het verleden dat leerlingen gewoon gaan zitten en verder niks meer doen. Dat is te weinig bewegen. En wij zijn de eerste school in Nederland die begonnen zijn om in de pauzes sport aan te bieden voor de kinderen. Beweegwijs is een methodiek voor het onderwijs ontwikkeld, een methodiek om kinderen beter te leren spelen. En dat is in eerste instantie ontstaan voor het basisonderwijs van 4 tot 12 jaar. Is succesvol op allerlei plekken in het land. Kinderen gaan meer bewegen, minder conflicten, meer plezier op het plein. En dat succes wilden we voortzetten richting voortgezet onderwijs. Dus als kinderen van de basisschool komen en ze komen op deze school, is er in de pauze ook activiteiten doen, net als op de basisschool, alleen soms wat andere spelen en nog weer wat meer uitdaging, zodat kinderen hun schooldag gezond doorkomen. Ja, een gezonde school is een school waar kinderen en denken aan hun dagelijks eten, zeg maar, en ook denken aan goed bewegen, goed sporten, een gezonde geest en een goed lichaam is een bekend one-liner, maar het is wel erg belangrijk dat het inderdaad werkelijk ook op die manier gebeurt. En dat is een gezonde school. Ja, wat doet het Nordic eraan? Wij zijn heel actief met onze kantine. We hebben vrij recent hebben ook de Gouden Schaal gewonnen. Dat betekent dus dat je als school echt een gezonde kantine hebt. Voldoet aan een aantal landelijk gestelde criteria. We zetten heel erg in daarnaast op bewegen. We zijn onlangs gestart 3 jaar geleden met Beweegwijs, pauzesport. We bieden daar allerlei activiteiten in aan. Dat doen we samen met een organisatie Beweegwijs. Die ondersteunen ons daarin. En docenten en leerlingen, want die betrekken we daar ook weer in. Want we vinden het heel erg belangrijk dat die integratie plaatsvindt. Houden zich dus bezig met het aanbieden van die pauzesport. Waarbij we dus leerlingen de gelegenheid stellen om dus actief te bewegen. Maar ook onze eigen leerlingen in de bovenbouw inzetten om die leerlingen weer te begeleiden en te ondersteunen. Maar wat blijkt als je veel beweegt en wat minder stil zit, dat je dan beter presteert in de klas. Dat je betere doorbloeding hebt, dat je fitter bent en dat je daarna weer beter presteert. En nou ja, dat proberen wij te gebruiken. En niet alleen met bewegen en sport, maar zelfs ook met bewegend leren op gebied van bewegend rekenen of bewegend taalactiviteiten bijvoorbeeld.